Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest dat veel jongeren niet meer precies weten wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Weet jij bijvoorbeeld wie deze mensen zijn? En dit is bijvoorbeeld een Utrechtse verzetsheld, Truus van Leer. Maar dan heb je er gelijk één. Wat is bijvoorbeeld het verzet? Maar ook dingen als wat herdenken we op 4 mei en wat vieren we op 5 mei? Wij zijn benieuwd wat jongeren in Utrecht weten over de Tweede Wereldoorlog. Oké, wat weten jullie van de Tweede Wereldoorlog? Ik begin met jou. Adolf Hitler, Normandie. Dit speelde zich af in rond 1940. Ik moet even mijn geschiedenis weer even teruggaan. Nee, ja, oh ja, met Duitsland en ja, Rusland krijg ik in mijn hoofd. Ik weet niet meer, ik probeer te bedenken wat de aanleiding was. Oh, de aanleiding was Duitsland op een gegeven moment Polen ging aanvallen of zo. En toen daardoor brak het uit. Anne Frank, natuurlijk Adolf Hitler. We hebben de nazi's, de geallieerden. En 4, 5 mei, waar denk je dan aan? Aan mijn shows. Jouw shows, want dan? Nou, treed je op? Ja, Vrijdagsfestival Drenthe, 8:30. Kom je uit Drenthe? Ja. Jullie komen allemaal uit Drenthe? Yes. Uit Drenthe, ik hoor er niks van. Oké. Okay. Als je denkt aan de Tweede Wereldoorlog, wat komt er allemaal bij je naar boven? Een hele hoop. Eigenlijk ook meteen de verbinding naar de oorlog nu. Aan de verhalen van mijn opa's en oma's die ze verteld hebben over de oorlog. Dus daar krijg ik meteen. En nu het project waar ik zelf mee bezig ben, bijvoorbeeld Truus van Leer, spelen we die over. Okay. Verzetsheldin uit Utrecht. Dus daar ben ik me nu zelf ook aan het inverdiepen. Zij was een student, net als wij. En zij had eigenlijk van moment 1 in de oorlog al heel erg iets van ik moet er iets tegen doen. En toen is ze bij een verzetsgroep gegaan. En uiteindelijk heeft zij een Duitser neergeschoten. Of iemand die bezig was met een zwarte lijst maken voor een verzetshelden. En uiteindelijk is ze verraden door een vriendin van haar. Zij heeft zoveel voor onze vrijheid gedaan. Zij was ook een van de weinige vrouwen die in het gewapend verzet zat. Maar zij is zo'n sterke vrouw. Weten jullie wat de Holocaust is? Nee. Dat Hitler al die alle Joden had vermoord. Wat is de Jodenvervolging? De opzetting zo van Joden die bij een bepaalde, hoe zeg je dat, zo'n plek werden gehouden. Wie was Anne Frank? Een Joodse meid die woonde in Amsterdam en in het achterhuis. En later is ze gevonden en is vermoord. Dat was een meisje en ze was een Jood. En ze was zeg maar ondergedoken in een huis in Amsterdam. En ze schreef een mooi dagboek. Ja. Dat is een meisje die opgesloten zat achter de kast. Mm-hmm. En die ging naar het dagboek schrijven. Ja, gewoon dat ze dat dagboek had en alles opschreef over de oorlog. Maar ik heb me er niet echt in verdiept. En op 5 mei is het bevrijdingsdag. Ja. Weten jullie dan wat er dan wordt gevierd? Wat er aan de hand is? Ja, gewoon vieren dat we bevrijd zijn. Wat doen we tijdens de dodenherdenking? 2 minuten stilte om respect te tonen aan de verloren soldaten. Oké, okay, het is dus een ding in Nederland dat heel veel jongeren niet meer weten wat er in de Tweede Wereldoorlog precies is gebeurd. En wie dus mensen als Hitler en Anne Frank zijn. Hebben jullie daar een mening over? Ja, gewoon slecht. Je moet natuurlijk die geschiedenis wel kennen, toch? Ja. Let gewoon op in de les. Ja. Het wordt echt, elk jaar wordt het 5 keer verteld of zo in de geschiedenisles, man. Dat kun je niet missen. Ja, nu ik hier sta, best wel schokkend of zo dat ik eigenlijk zo weinig kon zeggen, terwijl het is eigenlijk zo'n groot ding. Nou, ik vind dan wel dat meer jongeren daarover moeten weten, want het is wel iets belangrijks. En waarom is het belangrijk? Nou, omdat het wel gewoon een groot ding is, zeg maar. Ja. Het is wel gewoon gebeurd en mensen horen erover te weten. Het is niet iets wat vergeten moet worden, want zoiets, dat moet gewoon niet nog een keer gebeuren.